Hallo allemaal, ik ben vandaag op kamp en niet zomaar op het kamp, maar op het kamp van Harry van het kamp. Ik vind Harry een topper en hij heeft zich weer heerlijk misdragen. Ah. Of ik nooit weg ben geweest, de deur staat nog lekker open. Schoenen uit. Misschien over een paar uur over mijn broek. Zo, volk! Tjabo! Dus maat? Goed lieverd, en met jou? Met... Oh. Nou, pak ze, Pablo. Begin te knieten. Wat was dat dan? Hé, dat was die... Die kurk was eraf. Hij tikt mijn broek af. Kom niet tegen je hoofd aan. Staat daar erop. Hij schoot er in één keer af. Met... Hoe heb je het All-Star seizoen ervaren, haar? Ja. Van spijt? Nee, zeker niet. Elke keuze die ik in mijn leven maak, sta ik me 100% volle verstand achter. Ik ben echt benieuwd wat dit brengt. Wat vindt vader ervan? Ja, hij is meer actief als in het vorige seizoen. Dus, Nogal. We zien hem ook wel vaker in beeld, dat is wel leuk. Want vorige keer dat ik de koffer kwam inpakken bij Harry, toen zei u tegen mij van, nou, er mag wel iets meer pit in. Ja, dat is ook wel gebeurd volgens mij. Dat is volgens mij wel gebeurd. Ja, ik dacht het wel, ja. Even een keer iets anders laten zien. Kijk, laat 10% van dit zien, 10% van dat. Hoe doe je dat? Want je hebt volgens mij nu al 7 meisjes op je naam staan. Ja, ik weet het niet. Als ik iets wil, krijg ik dat. Als het getrouwd is, het verloofd, dat maakt me niet uit. Maar, nee, wat hier in de villa is gebeurd, ja, dat is een beetje dagelijks ritme, denk ik. Als ik vrijgezel ben dan, hè. Ja? Ja. In een relatie ben ik echt een trouwhondje. Een trouwhondje. Probeer het even goed te praten. Ja. Gaan we nou niet verpesten hier. En moeders, wat vindt u dat Harry weer meedoet? Hij heeft een leerling gekregen om te plassen. Nee, dat zien we wel. Dat laat hij wel zien. Wie is nou uw favoriet? Jamie, natuurlijk. Jamie? Ja. Mijn vader? Nee, ik vind het allemaal leuk. Oh, oh mijn god, zeg. Wat vinden moeders dat hoe de vrouwen met elkaar omgaan daar in de villa? Best wel. Ja, ik hou niet van ruzie eigenlijk, maar ik vind het toch ook wel mooi om te zien. Dus ruzie maken en elkaar aanvliegen. Ja. Dat is wel een puntje van mijn stoel. Maar Har, wat is dat nou tussen jou en Elias? Want jullie zaten vorig jaar waren jullie best wel maatjes. Mm-hmm. En dit seizoen is er best wel strijd. Nee, tussen mij en Elias is er niet echt strijd. Of ja, vanuit mijn kant in ieder geval niet. Kijk, Elias die ziet mij als concurrentie, dat moet je zelf weten. Kijk, jaloezie is slechts de karaktereigenschap wat een mens kan hebben. En ik kan met iedereen gewoon er één deur heen. Kijk, als Elias mij als concurrentie ziet, ja, dat is zijn eigen probleem. Zij er een strijd van maken die hij niet bent, ja. Komen er nog nieuwe exen van je uit het water? Ja, dat weet ik niet of ze nog uit het water uit gaan komen van mij. Maar ja, ik heb er wel eentje binnen zitten nou, toevallig. Lisa? Ja, we waren 17, we waren nog heel jong. We waren nog jong. Het was heel lang geleden. Heel lang geleden. Maar ik heb een goede band met de ja, misschien wel zoiets. Zoiets. En het gaat allemaal goed. Of vind jij niet vervelend? Dus nee, we zijn gewoon heel goed met elkaar. Het is gewoon dus, altijd normaal en ja. Het is gewoon prima met elkaar. Dus dat is wel fijn dat het zo kan. Volgens mij kijken er nog twee andere mensen mee in de wagen. En die zijn daar. Die zitten in Mexico. Dat is mijn oma en mijn tante. Mijn tweede hallo, hallo. Nou, veel plezier met kijken. Nou Har, als jij er klaar voor bent, dan ben ik het zo. Daar gaan we. Op het strand is een nieuwe ex in aantocht. Baby. Ja, ik zou hebben. Ja, ik zou direct dat mijn ex was. Oh, ik ben zo blij. Ik ben zo blij dat hij het zit. Echt. Hey. Jou ken ik ook nog. Ja, ik ken jou ook. Ik ken Andrea wel, een beetje. Ik heb een keer een hele dronken nacht dat ik met hem staan zoenen in een discotheek. Oh, wat vinden we van Elodie? Ja, pittige tante. Ja, ik mag ze wel. Ja, ik mag ze wel. Ja, ik mag ze wel. Elodie een hele leuke meid. Ik vind haar natuurlijk en gewoon normaal, want toch spat ze er heel erg uit omdat ze normaal is. Andrea en Elodie kennen elkaar van eerder, maar dat levert vandaag geen pluspunten op. Ik heb helemaal geen zin om op date te gaan met Andrea, want ik wil gewoon terug naar die villa en ik wil lekker met Harry op een luchtbedje liggen. Ja, ik was echt verrast eigenlijk toen ik die zag. We hebben toen ook een kus elkaar gegeven, weet je wel. Ja, ik weet er bijna niks meer van. Ja, vet awkward. Ik weet alleen niet hoe Harry gaat reageren dat wij nu op date zijn. Maar... Ja, maar dat hebben wij toch niet beslist hè, dat we op date nee, gaan? Nee, ja, oké. Wat moet hij daarop reageren? Het is wel een hele... Ik ken jou.
Ja, en dan, ik ben ook dominant. Dan is het hart tegen hart. Ik vond Harry altijd wel gewoon een knappe jongen. En schijnbaar had hij dus ook ineens interesse in mij. Ook al heeft hij het halve huis gehad. Ja, ik heb wel een klein beetje een roze bril op met Harry. Jaron, de jongen. Ik heb hem voor de eerste keer een douche genoten, volgens mij. Die doet mij ook af en toe. Is het ook naar zijn hoofd gestegen, zo te zien? Hij maakt zich dan ook als enige geen zorgen. Hé, begon het, joh! Ik zat naakt. Volgens mij zat ik nog aan mijn lul, dan ga ik ook daar. Wat met de kroonjob? Jullie die is al op date. Wat? Met de ex van Jalicia, Andrea. Maar ik heb goed nieuws, jongen. Elodie zei meteen, ik blijf Harry trouw. Snap ik, pik! Vanavond? Vanavond, maat, dan moet je echt maar niet teleurstellen. Dan gaan we gas geven. Vanavond gaan we gas geven. Ja, Charles en HVK, gas erop. Zeker, pik. Echt, hè? Serieus, Harry. Terug in de villa is Elodie duidelijk blij dat de date voorbij is. En? Iets gebeurd, iets geweest? Oh nee, helemaal niks gebeurd. Harry weet nog niet dat we gezoend hebben, maar ik wil het hem sowieso wel gaan vertellen. Liever dat hij het gewoon van mij hoort vanavond nog, dan dat hij het zeg maar op de een of andere rare manier kut hoort. Net zoals dat Elodie zegt van, joh, ik wil liever dat hij het van mij hoort dan. Volgens mij wordt dit een heel kut stukje. Oh ja? Dat denk ik wel, ja. Want ik heb met haar een heel gesprek in de kamer gehad en ik weet even niet meer waar het over ging. Het maakt toch niet uit dat Elodie met die jongen een keer heeft gezoend in de discotheek. Harry heeft er nu 5 al gehad in bed. Is het dan toch dat het zo'n haantje is van oeh? Ja, Harry is wel een beetje een haantje, ja. Ik weet hoe Harry is. Die is van, dat is voor mij en dan blijven jullie allemaal vanaf. Iedereen heeft vanavond zin in een visa. Ook Harry en Elodie. Die beginnen met een privéfeestje. Waar is dit, Harry? Ja, oh ja, ja. Hey. Ik ben gezwicht. Oh, oh ja. Meen jij? Wow, Harry! Oh. We gaan fucking te ver, hè? Dat hebben we vroeger gehoopt, hè? Ja, niet meer. Ja, zeker. Ja, toch. Ja. Oh, oh, mam! Ja, hallo. Allee, op, kijk, zeg nou, mam! Ik ben nog geen 70. La. Ik ben 70 en zijn papa is nog 2 jaar jonger als mij. Oh. Hij doet het nog steeds. En op de ontjes en overal op. Hij gaat gewoon met de moderne tijd mee. En nu Andrea beet heeft, ziet Elodie dat als een goed moment om haar eerdere avontuurtje met hem op te biechten. Ik heb een keer in een heel dronken verleden met die gozer gezoend. Wie? Die Andreas. Wanneer? Afgelopen zomer of zo. Dan had je dat normaal straks toch kunnen zeggen, voor ik je had geneukt. Hoezo? Gewoon zoals ik zeg. Misschien had ik dan wel niet gewild. Nou, oké. Okay. Ja, dat vind ik ook onzin. Ja, toch? Dat vind ik ook onzin. Dan is het klaar, hè? Hij moet een beetje hard to get zijn. Nee. Het is in het verleden gebeurd, dus wat moet Harry ervan vinden? Arme Harry. Hij heeft maar met 5 vrouwen seks gehad in de villa. En nu moet hij leven met het gegeven dat zijn Elodie ooit lang geleden met iemand anders gezoend heeft. Gelukkig. Wie is die presentator? Je moet eigenlijk met hem praten. Harry. Stoute jongen. Kun je wel hoor. Kijk. Je hoeft mij niks te vragen. Ik weet al wat je vraagt. Ik zal het vast antwoord op geven. Ja. Waarom? Nou, luister. Het ging mij gewoon puur in principe van, kijk, hij komt binnen. Een ex van Jamisha is me daar op date geweest, dit, dat. Ik hoor allemaal spannende verhalen van links en rechts. Seks is niks gebeurd. Nou, ik heb met haar seks gehad in de douche. En dan heb ze wel moed ingedronken. En dan kom je daarna naar mij toe vertellen van, ja, ik heb toch met hem gekust. Waar de mensen, maakt niet uit. Kijk, als je 1 op 1 met hem had gezegd, niks aan de hand. Maar je gaat mij vertellen waar cameraploegen omheen staan. Waar 2, 3 jongens van mij omheen zitten. Dus wat ben je dan aan het doen? Dan roep je mij even apart en zeg je van ja, ik heb een keer met die jongen gezeten. Niks aan de hand. Het gaat me niet om wat er is gebeurd. Kijk, dat doen, al hebben ze geneukt, dat interesseert me echt vrij weinig. Boeit me echt niet. Maar het gaat de manier waarop je het zegt en wanneer je het zegt en hoe je het zegt. Okay. En ik ben een jongen van principe. Als jij mij probeert te naaien, dan pak ik gewoon 10 graden terug. Van harte. Ja, niet bij jou, vriend. Doe maar gewoon weer aan. Vorig jaar heeft Elodie mij echt aangevallen. Maar ik had altijd gezegd, op een dag pak ik haar terug. Nu krijg ik mijn kans om haar terug te pakken. Kijk. Dat kan echt niet. Oh. Nee, serieus? Oh, sorry, maar dat kan niet. Serieus? Kijk.
is zo respectloos. Dit was een hele plan. Ik heb mijn handen nergens aan zitten. Ik doe niks verkeerd. Zeg al mij aan. Ja, nou niet, nou niet, nou niet. Zie het! Jij helpt daar echt aan. Ik weet nog niets. Moet je mij leren? Waarom? Belofte maakt schuld. Ik vind het gewoon één slettenbak. Ja, ben toch wel echt heel makkelijk, hè, vriend? Ja, precies. Tering! Gaat het om? Jamisha, superleuke meid. Ik heb niks verkeerds om te zeggen. Maar ja, het is een meid en die leeft gewoon. Die is een beetje hetzelfde als jij. Ja. Nee, 100% van niet. Maar ik ben heel moeilijk in Nederland, hè. Ja. Wat zit jij nou weer te doen? Ja, nou, sorry, maar af en toe... Vriend, ik heb hier alleen maar kanon aangezet, toch? Ja, wat? Nee. Dan zien wij ze morgens als ze om 8 of 9 uur weggaan. Ja, heb jij Jasmine gezien zonder make-up? De panty zit te zoomgaten en dan... Heerlijk. Ja, zo, ja. En dan zeg ik van, wat doe jij hier? Vind je dat niet verschrikkelijk? Milana, ik weet niet, volgens mij ben je er voor alcohol op maat. Laat me maar rust. Gaan we verder met de volgende ding? Nee! Het is echt... Nee! Daar krijg je zware trommels van. Tering. Dat is echt mijn nummer. Ik moet van de week Armin van Buren eens even gaan. Armin, jongen, we moeten even een nummertje samen maken, maat. Want Dat is het kopje. Goedemorgen allemaal. Harry en Jamisha houden elkaar stevig vast tijdens een spetterende date. Veel plezier. En nou ga je eraan, meid. Kijntje. Kijk in ons hier. Spannend, ja, spannend. Kijk 1 seconde naar haar en op een gegeven moment kust mij. Ja, wat moet je dan doen? Ja, Harry. Hier zat hij bijna in, hè? We hebben gezegd tegen Elodie als we terugkomen. Wat hebben jullie gedaan? Zeg, we hebben gejetskied. Is er gekust? Ik zeg gewoon, het gaat niet gebeurd. Oh, echt. Oh, zo snel. Harry, je bent echt goedkoop, man. Als het moet dan, hè. Ik zeg, als het moet. Als het echt moet. Oh, man, toch. We hebben toch op de wereld gezet, lekker. Oh, yeah. Dit stukje, dit. Bijna wat. Dit wordt leuk. Nou wordt het leuk. Ik vind het top. Zij is een vriendin van Elodie. Het gaat zo hard voor drama zorgen. En dan kan ik mij er lekker buiten houden. Ik zei, Jasmine is echt een top 5. Zij is echt gek. Nee, je moet gewoon jetskiën. Voor de rest niks. En nu Elodie opgelucht ademhaalt en even bijkomt van de spanning, kunnen Harry en Jamisha ook even ontspannen door de spanning eraf te halen. Meen jij er? Meen je dat? Nee! Harry! Oh! Nee, passen! Dat nummer, joh! Dat nummer! Ja, dat moet wel zijn nummertje worden. Dat gaat echt niet werken. En Elo die denkt dat ze daar iets serieus mee kan hebben. Als ik moet kiezen tussen Harry of Elias, qua seks is Elias wel veel beter. Dus ja. Oh, oh, oh. Oh, mij meteen afbreken. Ja, echt een top, bro. Maar wat nog belangrijker is in dit hele verhaal, dat Elodie in de kamer ernaast gewoon in bed ligt, terwijl jij Jamisha ligt een neus. Nou, klopt. Ja, kijk hoe is het is. Het is Ex on the Beach, het is geen Love Island. Elodie is echt leuk. Elodie is superleuk, maar het is echt waar. Daar hebben we ook wel iets leukers over. Ik mag haar wel. Doe daar ook wel iets over leuk op. Jij moet wel relaxed blijven, klaar. Nou, zij springt niet net als die tweeling ook met iedereen in bed in. Terwijl zij zich in bed legt, had jij dat niet mogen doen. Had je eigenlijk even moeten wachten. Tactisch aan moeten pakken. Weet je wat het is? Maar ik heb haar wel genaaid. Doe je rustig aan, hoor. Zij is wel een leuk meisje. Nou, wat ik heb gehoord. Wandelgangen. Ja? Je hebt wel helemaal uit elkaar getrokken volgens mij. Ik haar? Ja. Wanneer? Gisteravond. Fuck. Ik wil niet stoken hoor, maar... De bom staat op exploderen. Ik heb geen nee gezegd en ik heb geen ja gezegd. Ik heb mij gewoon in mijn zwijgrecht gehouden. En dat is meer verdienen die vrouwen niet.
Ik heb het haar wel verteld, maar niet heel de groep. Kijk, de rest heb er allemaal niks mee van doen. Wat ik doe... Maar Elodie heb je het wel verteld? Ja, Elodie heb ik verteld. Elodie heb ik gewoon gezegd van ja, dit is gebeurd. Je bent gewoon een geile hond. Wat is het gewoon? Lisa is een stukje. Ja, zie je? Lisa! Gaat het nog, Lisa? Lilian! Wat vindt oma ervan? Ik heb wel een klein beetje minder. Ja, het kan wel iets minder. Ja, ik vond het wel heel... Nou, gooit je als een zaad weg en heb ik later geen achter. Nou, volgens mij kan dat niet op bij Harry. Zo ik dat zie. Ik kan het ook niet op, maar je moet wel een beetje voorzichtig aan gaan doen. Want het raakt een keer op zijn zaad, hè. Ja. Har, bedankt voor de aflevering. En succes met Elodie. Dankjewel, maar. Dat was hem weer. Extra on the Beach All Stars. En volgende week bij de Twinnies. Ciao. Doei, doei. Ciao, ciao. Ja, HVK, lieve mensen. Jullie weten het, dit seizoen meer drama, meer seks, meer liefde. Dus zorg dat jullie geabonneerd hebben hierboven. En heb je iets over mij te zeggen of over iemand anders? Like en reageer hieronder. En ja, de drama always continues. Zo, hier en hier kunnen jullie checken.